Prachtig kerstlied. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat toen Jezus geboren werd, dat de hemel openbarstte. En daar gaat dit lied ook over. En dat de engelen boven de velden van Efrata gewoon herders zongen dat hun de heiland was geboren. Wat leuk dat jullie zijn. Tijmen, jij bent de oudste van het gezelschap. Stel jij je broertjes en zus even voor. Ja, hier hebben we Jael, Gideon, Ezra, Julian, Jozua en Juda. En Juda. Leuk, zo'n huis vol. Gaat het de hele dag? We zitten nauwkeurig netjes, maar toen ze straks binnenstormden, wist niet meer waar ik kijken moest. Hoe doen jullie dat, zo'n groot gezin? Het gaat zoals het gaat, zeg maar, heel vaak. Dus ergens zijn we natuurlijk ook gewend. Voor ons is het normaal om een groot gezin te hebben. Je groeit er ook in. Dus voor de kijkers is het altijd wel van, wow, dit is wel. Die zijn verbaasd over hoe wij het doen. Dus voor ons is het niet vanzelfsprekend. We ervaren het wel als een zegening. Ja. Soms is het heel druk bij ons in huis en hectisch. Ja, want je woont gewoon in een tussenwoning, hè? Niet in een enorm huis met 20 kamers of zo. Ja. Dus je zit op elkaars lip. Jadine, jij bent een psycholoog. Dus hoeveel psychologie is er nodig bij zo'n groot gezin? In theorie weet ik wel dingen hoe ze zouden moeten, maar in de praktijk doe ik het heel vaak zelf niet. Ja. Ik probeer gewoon in eerste plaats moeder te zijn. Gewoon er zijn en juist niet te veel te psychologiseren, gewoon er zijn. Ja. Ja. Want Maarten, je hebt zo'n bijzonder verhaal. Je was eerst visboer en nu ben je dominee. Dat is heel toepasselijk, hè? Vissen van mensen. Ja. En mijn vader is ook predikant en ik heb nog een broer die predikant is. Dus we zijn er wel mee opgegroeid. Maar we woonden toen in Katwijk, dus het was ook wel vis, hè? Vis in Katwijk, dat hoorde natuurlijk wel erg bij elkaar. Ja. Als je nou je kinderen rond de tafel ziet, wat wil jij ze voor de toekomst meegeven? Wat vind je het allerbelangrijkste voor je gezin? Het allerbelangrijkste is dat ze zelf een persoonlijke relatie krijgen met de Heer Jezus. Het is geen eens toekomstige tijd, maar we merken dat heel veel er al echt mee bezig zijn. Dus daar word ik gewoon het meest gelukkig van. Ja, en het belangrijkste voor de toekomst. Ja, heel veel mensen zeggen, ik hoop dat mijn kinderen gelukkig worden. En natuurlijk, dat gun ik ze van harte. Maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is echt dat ik hoop dat het gewoon mannen gods worden en een vrouw gods, zeg maar. Dat God er ook blij mee is. En dat klinkt een beetje vroom, maar ik bedoel het echt oprecht. Ja, dat zie ik ook in het programma. Want waarvoor zijn jullie meegedoen aan een huis vol? Ja, gewoon omdat het mooi is om iets moois mee te geven. Omdat iets van de liefde laat zien die we hebben voor elkaar. Toch ook wel. We hebben ook veel meegemaakt. Daar zullen we misschien straks nog wel even wat over noemen. Het verlies van onze dochter. Ja. En ook dan, zeg maar, door die moeilijkheden heen. Dat je dan ook laat zien van we kunnen ook gewoon met elkaar weer leven. En iets moois laten zien met elkaar. Ja. En jongens, een van de leukste scènes vond ik dat jullie een kinderdag hadden. De kinderdag, dan mogen jullie uitmaken wat je ouders moeten doen. Ja. Nou, laten we even naar die scène kijken in de auto. Eén van jullie gaat daar achteren. Ga jij daar achterin zitten? Ja, dat is goed. Oké. Zo, val maar vast. In de auto is het voor vader en moeder even wennen aan de nieuwe gezinshiërarchie. Want de kinderen zijn nu ook de baas over de muziek. Hé joh, dat houden die boksen niet van onze auto. En kun je iets andere muziek doen? Ja, dit is echt heel lelijk. Ja, want jij denkt dat jij de baas bent. Ja. Of wij zijn de baas. Oh. Het is grof. Jongens, ik ga hem uitzetten, want ze slopen de radio. Esa sloopt de radio. Esa, jij gaat gewoon niet meer voorin zitten. Had jij dat bedacht, die muziek? Wie had paracetamol bedacht? Ik denk dat Gideon heeft. Oh. Nou, ik was het in ieder geval niet. Gideon. En dat was paracetamol, Gideon. En je vader zei, en nou is het afgelopen, dat wil ik niet horen. Ja. Toen moest ik wel even ingrijpen, want dat ging wel echt wel te ver, dat nummer vond ik. Maar goed, zo gebeurt dat natuurlijk in een groot gezin. Ja. Elk gezin, denk ik. Ja. Ezra, ben jij de liefste van het spul? Ik vind jou de liefste, Juda. Vind je Juda de liefste? Nou, kom even bij Juda staan. Die voelt zich een beetje alleen. Hey. Mijn lievelingsbroertje. Ja, en waarom is dat? Omdat hij klein is. Omdat hij klein is. En op welke school zit jij? 2. Klas 2. En hoeveel is 1 en 1? 2. Goed zo. Je klas 2 en 1 en 1 is 2. Hey. Ze gaan allemaal naar school. Waar is Ezra nou gebleven? Ezra, kom. Hey.
grappen maken. Kom erbij. Ja, El, hoe gaat dat nou thuis? Want er is natuurlijk een hoop afwas. Al die borden, al die kopjes, al die vorken, al die messen. Papa doet altijd de vaat. Doet papa afwas. Altijd de vaat? Ja, eigenlijk doe ik heel veel. Ja. Ja. Maar wij doen weer andere dingen. Zoals? Oppassen. Ja. En ja, gewoon voor de kinderen. Zorgen als iemand even naar de winkel moet, papa of mama. Ja. Zeg maar, wat vind jij ervan dat er dan ineens zo'n camera groep over de vloer is? Ja, aan het begin is het natuurlijk wel even wennen, maar op een gegeven moment ben je daar natuurlijk wel aan. Dus dan, ja. We zitten hier met 7 kinderen. Maar in feite, en dat is, ik denk, de meest aangrijpende gebeurtenis in jullie leven geweest. Dat was in Albanië. Jullie gingen als zendelingsechtpaar naar Albanië. Dat vind ik al wat, als je met zo'n gezin zegt van, we pakken onze biezen, we gaan in Albanië, in Tirana, in een van de armste landen van Europa leven. Wat dreef jullie om dat te doen? Ja, ik had zelf altijd als klein kind al een roeping om de zending in te gaan. Ik denk 8 jaar was. Dus het was al helemaal vanaf het begin, ook in onze relatie, was het echt al een drive om het evangelie onder de volken bekend te maken. En toen waren we nog met 3 kinderen. Ja. Dat was nog wat kleiner gezin, hè? Jael was daar toen, en Tijmen en Mirjam. Ja. Kijken. Oh ja, prachtig. Ze was als een beste vriendin van mij, want ze was natuurlijk mijn zusje, maar ook gewoon... Ik sliep met haar op een kamer en we konden allebei in Albanië, geen Albanees, dus dan deden we alles samen. Weet je het nog, Julian? Dat Mirjam koud was? Ja, koud was. Mirjam koud, zei hij. Ik denk dat mama was huilde toen Mirjam dood was. Ja, hè? Mama heeft heel veel gehuild, en papa ook. Ik ook planten. Wij vertellen ze heel duidelijk van ja, ze leeft nog, maar niet in haar lichaampje, maar ze leeft in de hemel. Dus Mirjam leeft gewoon door. Gerdien, jullie waren in Albanië. Je man was, jij was in Noord-Albanië aan het fietsen. En, want we hadden het net over 7 kinderen. Maar 1 kind hebben jullie moeten verliezen. Wat gebeurde er met Mirjam? Ja. Ja, wij zeggen eigenlijk ook altijd dat we 8 kinderen hebben. Want ze hoort er gewoon helemaal bij. Ja, ze werd ziek. En achteraf gezien was het een bloedvergiftiging. Maar dat had ik ter plekke niet door. Want het is heel snel gegaan. Dus ze werd 's nachts ziek en de volgende dag is ze al overleden. Gewoon thuis. Ja, weet je wel, je doet wat je doet als je denkt dat je kind griep hebt. Dus je geeft haar water en nog een keer water. En je helpt haar als ze moet overgeven naar de wc. Maar achteraf gezien was ze dus gewoon, ja, was ze gewoon stervende. En dat heb ik niet gezien. Ja, het is gewoon heel, heel... Je bent gewoon verbijsterd en alles in je schreeuwt het ook uit... en tegelijk handel je, want ik heb wel gereanimeerd en we zijn nog naar het ziekenhuis gegaan, want ergens kan je het gewoon niet, het kan dus niet in dat ze opeens dan dood zou zijn. Dus alles in je vecht om haar terug te krijgen. En ik heb ook heel erg inderdaad gebeden en geroepen. En het bijzondere is, want heel veel mensen zeggen ook, ben je niet boos op God? Maar juist toen, echt in die hele moeilijke dagen eigenlijk, want er gebeurde heel veel, maar op de diepste momenten was hij er echt bij. En heb ik ook... echt zijn stem gehoord, heel duidelijk. En dat maakt ook nu nog steeds dat ik er gewoon op een of andere manier dat ik door kan leven als moeder. Weet je wel, zelfs als dit, omdat je gewoon heel erg gemerkt hebt dat God erbij is en dat hij Mirjam bij zich heeft. Dus het allereerste moment was toen rende ik naast de brancard, want het was echt, het was chaos. Dus de ambulance had ons bij het ziekenhuis gebracht, maar die bracht ons bij de eerste hulp. En de eerste hulp zegt, nee, het is een kind, je moet naar de pediatrie. De pediatrie zei, nee, het is eerste hulp, dus we moesten naar de eerste hulp. En toen zeiden ze, nee, we doen het niet, het is een kind. Dus toen moesten we rennen. Ik dacht echt, dit kan niet waar zijn, want ik zag ook echt dat ze niet meer ademde. En iedereen was in de stress, dus je bent gewoon helemaal verbijsterd. En toen zei God echt heel duidelijk, wat is je enige troost in leven en sterven? Dus, nou ja... Dat heeft me een soort echt helpen focussen van, ja, weet je wel, voor je ogen gaat alles kapot, je kind ademt niet meer. En toch weet je, ergens diep van binnen, je hebt een troost ook in het sterven. En dat heeft me er toen wel heel erg doorheen geholpen. En, je hebt er nog verdriet van, hè? Ja, tuurlijk, want dat zijn een van de moeilijkste momenten natuurlijk in mijn leven. Maar dat God je wel bij je schouders grijpt en je helpt, en dat heeft me heel erg geholpen.
En die dag daarna, toen moest ik naar het mortuarium, of dat wilde ik zelf, ik wilde haar afleggen. Want ik wist gewoon, ik wil haar gewoon kleren aantrekken en daar zijn. En opeens zie je dan het lichaam van je kind die autopsie heeft gehad. En toen overweldigde het me ook, want ik dacht echt, ik dacht opeens, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik nou? En ik schrok ook gewoon van haar lichaam, hoe ze erbij lag. En toen heeft God ook heel liefdevol, zei hij, ze is bekleed met onvergankelijkheid. Ja, en dat zei hij een paar keer. Ze is bekleed met onvergankelijkheid. En toen lukt het echt, dat is echt door Gods kracht. Toen is het echt gelukt om haar mooi aan te kleden en klaar te maken om in het kistje te gaan. Maar dat zijn echt momenten, en zo zijn er nog wel meer. Maar daarom, daar was God echt. Hij was er echt bij. Dus dat helpt ons nog steeds in alles, ja. Jullie kunnen wel even daar in de hoek gaan spelen. Want ik snap wel dat jullie denken, wat is hij toch de hele tijd aan het praten? Kunnen jullie dat gaan opbouwen? Wat is dat? Ja? Ja. Nou, ja, die krijgen jullie van me. Hey. Hè? Daar, ja. Gaan jullie maar buiten even spelen. Ja. Hier zie je natuurlijk Jaël en Mirjam ook heel lief samen. Ja, dat blijft natuurlijk moeilijk. Deze bijzondere familiefoto's lieten Gerdien en Maarten maken toen ze 10 jaar getrouwd waren. Kort daarna overlijdt Mirjam. Het is gewoon eigenlijk een hele mooie timing geweest dat we toen die foto's hebben gemaakt. En Mirjam er zo mooi op staat. Ook met deze kleren is zij begraven met dit jurkje wat ze aan heeft op deze foto. Ligt ze in haar kistje. En ook met die bloemenkrans die je op een van deze foto's ook ziet. Hoe hebben jullie dit verwerkt, dit verdriet? Want je hebt een prachtige foto meegenomen van Mirjam. Die vind ik zo symbolisch. Die is ook op het graf te zien. Heel veel mensen zeggen dat, hè? Hoe heb je het verwerkt? Maar je kan ook zeggen, en dat helpt ons heel erg, van je verweeft het. Dus je verweeft het met je leven. Want je zet er nooit een punt achter natuurlijk. Van nou, we hebben het verwerkt, tjaka, door. Je wil zo door en tegelijk ja, Mirjam bij je houden en het verweven met je leven. Dus dat je leeft met je blik omhoog. Dus dat je leeft in eeuwigheidsperspectief. En nou, wat heel bijzonder is aan deze foto, dat ervaren we echt als een geschenk van God. Want deze foto is gemaakt een paar maanden voor ze overleed. En dat wisten wij natuurlijk allemaal niet, dat ze zou gaan overlijden. En achteraf gezien is het gewoon bijna profetisch. Want ze reikt naar boven, ze heeft haar blik naar boven gericht. En heel veel kinderen die de foto zien zeggen ook, is de Heer Jezus daar? Is de Heer Jezus zijn hand? Of mag je op je blote voeten in de hemel lopen? Dus het blijft gewoon een heel ontroerende foto. Maarten, jij bent dominee in Gouda. Wat is jouw boodschap aan de mensen? Welke omstandigheden je ook hebt, dat God erbij is. En er zijn heel wat omstandigheden in de levens van al die mensen in de internationale kerk waar ik dominee ben. Mensen uit oorlogsgebieden die hier naartoe zijn gevlucht, van alles hebben meegemaakt, allerlei trauma's. En daardoorheen toch God te mogen ervaren. En elk verhaal is anders. Dus ik verweef ook heel vaak het verhaal van onze Mirjam in mijn preken. Ja. Vertel daar ook heel veel over. Dus dat niet omdat ik het niet verweven of verwerkt heb of zo, maar gewoon omdat het krachtig is als voorbeeld misschien, of inspiratie voor mensen. Ja. Gerdien, toen jij met Maarten trouwde, zei je toen, ik heb een kinderwens, ik wil heel veel kinderen. Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel... Nee, toch? Ja, echt. Ja, want dat is echt heel grappig eigenlijk. Onderhandelen? Ja, nee, ik vond hem wel leuk en hij mij ook. En dat hing in de lucht. Dus wij zaten op een gegeven moment op een bankje in Leiden. En ik denk, nou, nu gaat het gebeuren hoor. Dus hij zegt, ik vind je heel leuk. Maar, het was echt gewoon een maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je open staat voor de zending. Dus zo ging dat. En de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en in je huis voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Ja. 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 Wat vind jij bijzonder aan je vader en je moeder? Dat ze nog wel gewoon redelijk... Ja, hoe zeg je dat? Dat ze nog wel redelijk rustig kunnen blijven, zeg maar. Ook al is er zoveel drukte om hen heen. Dus daar heb ik wel veel respect voor. Zo, wat goed. Hey, hoe is het om met zoveel broers te leven? Nou, ik kan wel op zich goed met mijn broertjes. Het zijn natuurlijk gewoon wel mijn broertjes.
Gideon vind ik soms wel echt heel vervelend. Dan, hij weet dat mijn grenzen zijn en dan gaat hij er net overheen. Altijd doet hij dat. Maar Ezra en Jozua, daar ben ik wel heel close mee. En de rest, ja, daar kan ik gewoon goed mee. Ja. Maar soms, als ze bijvoorbeeld in mijn kamer zitten of zo, ik vind het niet heel erg, maar dan Jozua, die eet dan alles op, waar ik het ook verstop in mijn kamer. Hij vindt het altijd. Ja. Ja. En de rest komt niet echt op mijn kamer. Hey, als je je ouders een cijfer mocht geven, wat geef je ze dan? Ik weet het niet, dat voor cijfer. Een 10. Nou. Dat is echt heel grappig. Ja. Zijn jullie een gelukkig gezin? Ja, ik denk dat vrolijkheid echt wel eraf spat. En dat ervaren we zelf ook zo. Maar dat, ja. Nee, we zijn echt wel gelukkig en we voelen ons heel erg gezegend. Dus je kan natuurlijk de nadruk leggen op alle erge dingen die je hebt meegemaakt. En dat willen we op zich wel laten staan, dat sommige dingen moeilijk zijn. Maar we zijn echt ook heel gelukkig en ja, dankbaar ook. Ja, ja. Ja. Laten we nog naar één scène kijken uit Een Huis Vol. En dan onderwijl roepen we de kinderen naar binnen. We hebben precies even een spannend momentje. Gideon, ja, goed zo! Netjes. Gerdien heeft ondertussen de wedstrijd van Jaël verruild voor die van Tijmen. Ja, Tijmen. Oh. Hoeveel staat het? 1-0 tegen. 1-0 tegen, oh. Ja. Ik vind het gewoon leuk, de teamspirit, dat ze samen leren werken. En lekker buiten en lekker iets om voor te gaan met elkaar. Tijmen, ik was kort! Hey, hebben we gemist. Nee, ik zag hem. Oh, ik zag hem. Kijk! Ja. Wie is de beste voetballer van jullie? Ik. Ja? Ik. En waarom Tijmen? Omdat ik de oudste ben. Ik ben de beste keeper. Oh, je bent de beste keeper. Ja. Kijk eens hoe smerig je shirt is geworden. Oh. Lekker buiten gespeeld. Ja. Ik heb de kinderen al een cadeau gegeven, maar ik geef jullie ook graag wat mee. Ik denk dat jij veel schrijft, hè? Ja, ik hou erg van schrijven. Ja. Ja. Nou, dit is een notitieboek van Out of Power. Oh, kijk. En wat staat erop? Mooi. Papa. Je bent geliefd. Oké. Okay. Nou, prachtig. Ja. Ja. Papa. Ja. Kijk eens, mooi hè? Jij mag lezen. Jij mag lezen. Ja. En dan voor jou, Maarten. Dat is iedere dag geliefd zelfs. Kijk. Het zijn 365 overdenkingen. Ja, okay. Mooi. Dankjewel dat jullie hier met het gezin wilden komen. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om de abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.